allemaal, vandaag gaan we dit leuke nagelbordje maken. Die heb ik zelf verzonnen. En goed nieuws, hier zit geen copyright op. Dus je kunt hem gewoon op je eigen kanaal zetten. Omdat ik dat doe, nou, het is maar een kleintje. En ik zou het leuk vinden als je verwijst naar mijn kanaal. Dan gaan we nu beginnen. Het is eigenlijk heel snel en gemakkelijk gedaan. Je begint bij de rode pijl en de pijlen wijzen van je af. Je pakt twee elastiekjes, want we werken steeds met twee elastiekjes. En die gaat naar de zijkant. Pak je nog twee elastiekjes en die gaat naar de andere zijkant. Dan pak je twee elastiekjes en je gaat twee keer omhoog. Dat doe je ook bij de andere kant. Twee keer omhoog. En dan pak je een elastiekje en dan maak je hem daarmee dicht. Dus je maakt hem nu dicht. En nu ga je het midden gewoon naar voren doen. Dus je gaat drie keer naar voren. Je kunt er een merkje op zetten. Zoals je hier zo ziet. Maar dat hoeft niet. En het merkje, dat gaat als volgt. Je pakt je haaknaald. En ja, daar stop je een rood elastiekje op. En die doe je 4 of 8 keer mooi. Ik pak 2 rode elastiekjes. Dan heb ik eigenlijk een soort 2 rode ogen. En die schuif ik op 1 elastiekje. Dan heb ik eigenlijk een soort merk erop staan. Het hoeft niet, mag wel, maar ik vind het niet echt zo mooi, maar ik wou het voordoen. Ja, pak er toch maar 4. Anders scheurt eraf. En dan zet je hem er zo op. Zoals je ziet. En nu ga je door met rode elastiekjes. En dat doe ik 3 keer. Ik heb hier zo 4 keer gedaan, maar die keer is toch wat mooier. Dus je gaat 2 keer omhoog. Even 2 elastiekjes. En zo blijft het. Want we gaan het driehoekje plaatsen. Je pakt een elastiekje. En die plaats je alleen hier zo. In het midden. Dat is het driehoekje. En dan pak je een elastiekje en die zet je hier zo op en die vouw je dus 2 keer dubbel. En dan ga je haken, want dan gaan we nu haken. Je pakt je haaknaald, gaat erin, haakt de eerste 2 elastiekjes. Gaat weer in de regendruppel, haak je de 2e elastiekje naar voren. Ik ga het even wat inzoomen. Ik heb het ingezoomd en dus je gaat weer hierheen. Dan pak je de eerste 2 elastiekjes die naar het midden moeten. Die haak je naar het midden. En dan haak je het midden. En hier hoef je niks naar achter te doen. Zorg dat het merkje, als je die tenminste hebt, een beetje hier zo tussen blijft, dat hij er dadelijk mooi uitkomt. Maar daar zorg ik dadelijk nog wel voor. En dan ga je dit zo nog naar voren haken. Volgens mij bijna de snelste video die ik ooit heb gemaakt. En dan haak je de rand. Dus je gaat in en dan pak je het elastiekje.
weer naar de zijkant. En dit is makkelijker voor mij. Gaat er weer één. Haak er twee elastiekjes naar voren. Drukt alles weer naar achter. Haak er twee elastiekjes. Ja, dan hoef je niks naar achter te doen. Haak ze naar de zijkant. En dat doe je hier precies hetzelfde. Haak ze allemaal. En dan ga ik ervoor zorgen dat het merkje goed zit. Dus ja, je duwt het merkje zo een beetje omhoog. En dan heb je hem al. Ja, dan gaan we hem eraf halen. Je steekt je haaknaald in alle lusjes. Ik geef hem aan. Deze wil er niet op blijven. Steek je haaknaald in alle lusjes. Dan pak je een elastiekje. Zet je op, draai je een beetje. En dan wil bij mij niet. Dan steek je me doorheen, wil ik zeggen, maar ja. Zie je niet wil bij mij. Dan lukt die ook niet. Nou, doe jij het al maar vast, dan ga ik het even ook doen. Ik heb hem en dan. Ja, dan doe ik hem het achterlusje aan en dan trek ik hem zo aan en dan haal ik hem er hier overzichtig van af. Dit is hem, zoals je ziet. Dit vind ik best wel mooi, alleen het lusje moet je nog bewerken. Dus, het gaat hier ergens in. Ja, ik moest hem even inzetten, maar dat lukte dus niet. Het gaat hier ergens in, pakt het lusje op. Of je gaat er zo in natuurlijk. Of fijner. Pak het lusje en doe je hem op je haaknaald. En dan trek je hem er zo doorheen. Ja, dit is hem.